Ja. En, uh, jij kwam heel trots naar mij toe in de, in de ja. herfst en toen zei je, de herfst? ik ga het gewoon doen, zei je tegen mij. Ik ga het gewoon doen. Wat ga je doen? Ik, zeg, ik heb het gedaan. Ik ga een Tesla bestellen. <laughs> ja. Ik, ja, vraag gewoon ik denk elektrisch. <laughs> ik denk waar gaat dit heen, Ben? Want ja. ik zat te denken, goede voornemens of, uh, <laughs> nee, of of ik, weet ik veel aan. een bepaalde bestemming bezoeken <laughs> of? Uh, <laughs> een elektrische auto. Ja, ja, precies. Ik ga gewoon met een elektrische auto. Gaan. Ik naar de Alpen gaan. Dat zei je ja. tegen mij. Letterlijk. Ja, dat klopt. Dat heb ik inderdaad gezegd. Met de hele familie. Dus. Ja, uh, ik, ja. He, ja. ja, ja ik heb inderdaad gezegd van. En ik volgens mij waarom mijn. Nee, letterlijk woorden weet ik meer. Maar het was iets in de context van. Ik zie het eigenlijk wel als één groot experiment. Ja. Zoiets heb ik gezegd. Precies, Want ik rijd ja. natuurlijk best vaak op en neer naar de Alpen. En dat is. Het uh, is nogal uh, spannend. Ja. 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 ja, maar dat dachten we ook. Ik, we hebben natuurlijk. Nu op de website hadden we een, een user die heeft echt een, een case gemaakt. Hij heeft het gewoon al gedaan. Ja, daar super, super interessant. Ja, ik vond echt, ik vond ten eerste echt heel cool om te lezen. Ja. Maar ik vond toch die learning super interessant, want het is toch, ja, weet je, als je dit voorgeschoteld krijgt van zo'n bedrijf, dan is het een marketingverhaal, dan geloof je daar de helft van en is het ook echt mogelijk? En weet ik het mm. almaar. Maar nou ja, hij heeft eigenlijk bewezen dat dat, dat het wel degelijk kan. En, ja, kan ja, de, ja dat het kan, kan. oké. Okay, dat was iets wel, maar, maar wel, dat, dat, dat is inderdaad interessant. hè want mijn overweging was: want ik rij nu gewoon een, een oude auto of ik reed een oude auto met een tankinhoud van uh, 80 liter. En uh, weet je dat dat, ja. dat, dat ging wel, uh, maar goed, die raakte ook een beetje aan het eind van zijn Latijn en uh, maar. Mijn overweging was daarin meer van, van ja oké, okay, ik zal niet meer in één keer naar die Alpen uh, kunnen rijden. <laughs> Want ik heb de neiging om gewoon in één keer door te rijden. Ja, precies. Je? Ik denk ja. en dan rij ik weer door. Ja. En dat, dat is gewoon doe ik een... ook. Ja, maar ik merk ook wel dat um, weet je, als je dan uh, nog een dag in, op, de, op de berg gehad hebt, uh, zei het in Frankrijk, Oostenrijk, whatever, dan rij ik aan het eind van de dag, dan vaak terug. Wow. Dus dan ben je om vier uur klaar en dan stap je in een auto en rij je naar huis. En dan ben je s'nachts om, weet ik wel, als je geluk hebt en je ergens s nachts thuis. Ja, S dus morgen. Precies. Ja. ga als ze zo laat ook niet, maar wel midden in de nacht. Maar feit is gewoon, je bent de hele dag ben je actief geweest en ja. je hebt inspanning geleverd. En je, wordt, je raakt vermoeid. Weet je, als je je raakt gewoon vermoeid. Ja. En dan rij ik door. Weet je, dan heb je weer allerlei, weet je, redboe en eten en weet ik het allemaal om je wakker te houden. Maar het slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Nee. En ik dacht eigenlijk bij mezelf wel van: ja, weet je, als ik nu zeg maar deze keuze maak. dan heb ik in ieder geval de garantie. dat ik een x aantal stopmomenten inbouw. Ja, dat, dat, en dan ben ik misschien wel een uurtje wel. later thuis. Ja. Maar ik weet in ieder geval dat de kans groter is. dat ik veilig thuis kom. En dan dacht ik van: ja, weet je, het is misschien ook wel goed. om het wat relaxter te benaderen. En uiteindelijk denk ik: weet je, elektrisch rijden, het, het is denk ik de toekomst. Uh, het is in ieder geval een stuk milieuvriendelijker dan, uh, uh, dan wat ik nu rijd. Um, dus ja. Wat, wat, ik, wat ik eigenlijk heel leuk vond om te lezen was um, ja, dat hij, hij heel bewust voor, de, voor die mindset gekozen heeft. Omdat hij een, 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 een gezin had en een klein kindje erbij. Waar het ook logisch is dat je stopt. Maar op de andere kant denk ik gewoon dat het een mindset is. Het is gewoon een pure mindset, weet je. Wij hebben zoiets van, oké, okay, gas erop... met alles wat je kan over de Duitse snelwegen rijden... en, uh, en zo snel als mogelijk aankomen. En ik had ook vaak zoiets van... Hey, we hebben het in negen uur gehaald. Nou ja, waarom heb je dat in negen uur gehaald? Want ja, daar wacht een accommodatie op, je, ja. uh, op jou. Uh, als je niet heel laat wegrijdt... kan je het ook op je gemakkie doen eigenlijk. En uh, ik denk dat... ja, dat, dat is misschien iets waar, waar ik ook... waar ik persoonlijk zou moeten switchen... Maar wat eigenlijk helemaal goed is. Het is helemaal niet slecht of zo. Nou ja, precies. En het, het, is, kijk, en het is in ieder geval iets waar je niemand op kan uh, veroordelen. Nee, zeker dat heb ik niet. Bedoel, want dat vond ik wel in het uh, artikel wat nu op de site staat en ook het forumtopic wat uh, op de site staat. Ik vind het vrij snel dat de discussie uh, verhardt en uh, of bijna heel bijna polariserend is van. Uh, ...pro-elektrische auto yeah. tegenover... Ja, 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 ja. veel tegen elektrische auto. Maar ja. het is helemaal niet een pro of veel tegen. Weet je? Ik bedoel, iedere keuze die je maakt... ...is een goede keuze. En als iemand... ...lekker in negen uh, uur of in acht uur... ...naar de Alpen wil knallen... ...in een diesel, ja, hey, be my guest. Uh, ik denk niet dat het... ...de toekomst is, maar als je dat... ...weet je, ik, daar kan ik niks van vinden. Yeah. Maar tegelijkertijd is dat hetzelfde... ...als iemand besluit om in een elektrische auto... ...naar de Alpen te rijden en het helemaal niet erg vindt... ...om af en toe even te stoppen. Ja, hey, ik, yeah. weet je, ook prima niks mis mee en daar, daar komt nog bij dat hij natuurlijk uh, elektrische auto ja hij geeft je altijd aan van hoe ver kan je nog en als hij nu 100 rijdt dan kom je nog een stukje verder nou dat is ook iets waar je gewoon automatisch begint over na te denken ja, van, ik ben heel benieuwd je... hoe dit gaat zijn weet je ik ga dit dit seizoen denk ik wel uh, nou, vier keer op en neer uh, uh, naar de open met uh, met dat ding en ja dit kijk it, er is natuurlijk al van alles over geschreven. Maar voor mij, ik ga dit voor de eerste keer ervaren. En, uh, ja. Ook absoluut de intentie om hier ook veel over te gaan schrijven. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Weet je, hoe, hoe, ja, als je dadelijk in die bergen bent en het is min 10... en dat ding staat drie dagen stil. Weet je, wat doet dat precies ja. met een batterij? Hij zei helemaal niks. Maar ik denk misschien als het minimaal was de ja. impact bij hem. is uh, dus de, de kwestie hoe, hoe laag waren de temperaturen. En ja, dat is de waarschijnlijk nog een... Ja, ik denk dat je, je, je lager de temperatuur, je erger dat wordt. Dat de, mm. de accu misschien uh, wat, wat, uh, uh, wat minder uh, vermogen ja, heeft. Ik heb geen idee. Het zal ongetwijfeld. Het zal wel zeker een, een rol spelen. Maar ja, weet je, links of rechtsom. Ik kan niet meer terug hebben. Tenminste, ik kan. Nee, ik, nee, ben, ja, ik kan wel terug. Maar in ieder geval, ik, ik, ja, ik, ben het, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Omdat het ook voor mij gewoon een hele nieuwe manier van, van reizen uh, gaat worden. Ja. En. Uh, uh, ja, uh, hij is ook wat, wat kleiner dan mijn, uh, mijn vorige auto. En uh, ik ben ook benieuwd hoe dat uitpakt. Als je er dadelijk een uh, dakkoffer opzet, weet je In hoeverre mm -hmm. dat uh, invloed heeft op yeah. het uh, rijbereik. Maar ja, weet je, kijk. It, ja, het heeft ook invloed op het bereik van een, uh, van een benzineauto of een diesel als je dan een koffer opzet, weet je. Het is niet dat ze er zuiniger van gaan rijden. Nee. Alleen je merkt het veel minder natuurlijk omdat, ja. weet je, misschien loopt het terug van een rijbereik van 700 kilometer naar 660 of zo. Dus in, in die zin merk je het niet zo Maar ook daar, ook dat heeft invloed. Ja, maar je hebt ja. dan meer een invloed op je portemonnee dan uh, uh, je hebt op je reistijd, weet je. Denken, normaal gesproken, na vijf minuten zit je weer erin en dan uh, verder Precies. even uh, verruilen als het goed is. Ja. En, en zo is het nou. Oké, okay, dan duurt het weer. Ja, dus ik ben heel benieuwd hoe dit, uh, hoe dit gaat worden dit seizoen. De winterbanden liggen er al onder. Dus uh, ja. Ja. volgens mij uh, begin februari voor het eerst uh, naar de Alpen ermee. Heel cool, heel cool. Ja, toch? Ja, ja. 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 Over uh, het vermogen van, van, van accu's gesproken... had natuurlijk ook een heel mooi artikel van Rogier op de website... waar het om ging als je met je mobieltje gaat skiën, wat dan Aha. gebeurt. En ja, vorig jaar, de eerste keer was ik uh, eigenlijk een beetje uh, op pad... en wilde ook content maken voor uh, Wintersport.nl. Mm -hmm. uh, toen stond ik uh, in uh, Slatming boven, of in Piegelen eigenlijk boven... en uh, het, was zo, het was een fantastische ochtend, uh, lekker... Uh, uh, zonnetje erbij. Maar het was echt heel koud. En ik begon te filmen en uh, wilde een beetje wat inspreken, omdat uh, ja, een heel mooie. Uh, ja, je zag gewoon heel mooi de, de, de wolken. En ik dacht, oké, okay, ga ik een filmpje sturen? Ga roel blij maken. Maar ja, dat duurde geen 10 minuten. En uh, ja, mijn accu uh, begeef, uh, be, heeft het begeven van, mm -hmm. mijn, uh, van mijn telefoon. Jij hebt toch best wel een nieuwe telefoon? Ja, nu wel. Toen oh, was het een oh, wat oudere ja, telefoon. Kijk, daar gaan we al. Maar ja. ja... Het was natuurlijk in een soort oude Duitse... Uh, trabantachtige telefoon... Uh, had jij natuurlijk ja, bij. Ja, zeker. <laughs> Zoals, het Zoals ah. je gewend het gewend bent voor Duitsers. Alles is ja. ouderwets. Nee, nee maar, hij, maar hij heeft het echt begrepen. En, ja. Uh, ja, ik, uh, het is natuurlijk een probleem... wat veel hebben. En het is niet alleen dit. De camera, uh, he hebben dezelfde accu's erin. Volgens mij lithium-ion-accu's... Uh, hmm. of dergelijke. Um, dus ja, daar hebben veel, veel mensen ondervinden de last van. En uh, ik vond het wel interessant ja, dat hij uitschakelt als het 30% als het 30 nog is en dan denkt hij denkt de telefoon een soort van oké, okay, uh, dit gaat niet goed, uitschakelen. Klaar. Ja. En ja, dat is, dat is echt duidelijk. Telefoons zijn in mijn ogen dan niet gemaakt voor de kou. Ik heb nog nooit ik heb nog nooit een probleem mee. Nee, je hebt er nooit probleem mee ja, ik, uh, ik denk dat het gewoon iets is waar veel ja, mensen Ik, ik herken komen. het wel, maar uh, ik vind het dan ook niet raar dat het gebeurt. weet je? Want, nee, dat vind ik niet. Maar, uh, ja. uh, maar ja, weet je, je hebt natuurlijk bepaalde apps en functionaliteiten op je telefoon... die gewoon veel meer energie vreten dan andere dingen. Ja, dus dat is één. Dus daar moet je denk ik als je in de werk bent heel erg op letten. Uh, ik heb er ook altijd een case omheen zitten. Dat zal ongetwijfeld ook schelen, want daardoor wordt die uh, telefoon ja, minder ook te koud. Zeggen. weet je. Oh. Dus dat, uh, dat scheelt natuurlijk wel. Maar ja, feit is gewoon dat uh, we merken dat ook als we natuurlijk op pad zijn om te filmen, bijvoorbeeld voor een snowshow of voor een resortreview. Maar ja, accu's gaan gewoon sneller leeg als het koud is. Weet je, waarschijnlijk yeah. dat ding van die, te die Tesla ook. Okay, de batterij die gaat ook sneller leeg als, die, als het koud is. Een nieuw business idee. Gewoon een. Uh... Een hoesje wat uh, het zo warm houdt dat dat... Uh <grij Breathing> ja, nou ja, je hebt, ik, heb, uh, ik heb bijvoorbeeld van, uh, van, uh, van die mini slaapzakjes. Dat is gewoon een donse slaapzak. Echt een, een micro variant <gif> van een echte slaapzak. Okay. Voor je telefoon. Doe je telefoon in. Dat is gewoon een... Uh, nou ja, dat isoleert het natuurlijk. Maar kan je er ook nog op een schermpje nee. kijken dan? Nee, nee, nee. Want nee, ja. dan zit hij zit echt in een slaapzak. Ja. En als je dan nodig hebt, dan moet je hem er even uithalen. Maar dan is hij wel continu, is die dan, dan warm. Ja, dat, 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 ik denk dat het gewoon een koud ding is. Dat was trouwens met die om nog even terug te komen op die elektrische auto. Daar ben ik nog wat benieuwd naar. Hoe dat gaat op wisseldagen. Kijk, ik heb het gevoel dat half Nederland uh, zo'n uh, elektrische auto terugkocht. Ja, de laatste. Ja, Tenminste, ik heb helemaal niet het gevoel. Dat is gewoon zo. <laughs> Zoals ja, dus je ziet wat de meest verkochte auto's zijn. zijn maar allemaal elektrische auto's. Maar die dingen moeten ook opgeladen worden. En het is, het is natuurlijk niet zo dat het laadnetwerk zo meegegroeid is, goed goed is dus, je, dat ja. daar in november en december uh, in diezelfde uh, mate dat daar palen bijgezet zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit dadelijk zal gaan uh, op wisseldagen. Want ik heb al regelmatig ook op het moment dat ik, uh, nou ja, als je op een wisseldag, en met name dan de wisseldagen in de voorjaarsvakantie, want dat mm -hmm. zijn gewoon de ja. drukste wisseldagen van het jaar, dat je dan over de snelweg rijdt en zelfs met tanken staan er dan al files. Fielen, en dan dan dat heb je... gaat natuurlijk relatief ja. snel. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn <laughs> met het uh, opladen dadelijk heb je de vierde melding voor de voor de oplaadpalen ja 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 maar dat ja maar serieus in die app zie je natuurlijk zeker met Tesla's eigen netwerk zie je gewoon hoeveel van die uh, dingen er bezet zijn ja. Daar kan je dan al op uh, anticiperen maar ik ja ik kan me toch uh, zeker op op nou ja, de piek momenten en zeg maar de, de knelpunten waar gewoon ook normaal gesproken files staan, waar iedereen langs moet. Weet ik veel Koefstein, ja, ja, ja. Brekens, ja. Salzburg. Weet je, ik kan me ook voorstellen dat alle laadpunten langs die route, ja, dat dat, dat toch drukte wordt. Precies, dat je gewoon daar opeens uh, wachtrij hebt van twee ja. uur of zo. Ja, ik weet het niet hoe dat hoe dat zal gaan, maar dat zal ook moeten gaan, uh, gaan uitwijzen. Ik ga wel in ieder geval op, de, op een wisseldag. Uh, nou ja de zaterdag van de voorse vakantie stop ik ook in de auto we, ja. ga ik wel extreem vroeg weg want uh, dan rij ja gewoon s'nachts nachts en uh, gaan uh, naar naar niet heel erg toeristische uh, uh, dal dus ik denk dat het over het algemeen wel mee zal vallen maar uh, de, de 61 en de drie in Duitsland ja, die moet ja weet je, je of je nou naar ja. Zwitserland gaat of naar Oostenrijk daar ga je dan ja dan rijdt iedereen dan overheen uh, um, ja, dus daar zal het sowieso wel druk zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat uitpakken. Ja, zeker omdat het natuurlijk uh, de laadheid langer wordt. Uh, bij die snellaadpalen. Ja, en meer auto's dan hangen. Ja, nou ja dus ik ben, dus, ja, ben benieuwd. Maar ja, dat, dat, uh, ja, misschien moet het dan ook niet heel koud zijn. Dan kan je weer wat verder rijden. Maar ik heb met mijn telefoon. Ja, ik heb er eigenlijk nooit echt problemen mee gehad. Nee? Nee, nee ja. Of ja, toen nog. Maar het, vaak, als je als je problemen kreeg. dan werd dat ding dan was die te oud. Weet je, dan was ja, de telefoon is dan al. Twee jaar oud en dan uh, wordt die, uh, ja, begint die batterij minder te worden. En, uh, ja, ik denk dat dat bij mij altijd wel een rol speelde. Bij mij was het zo van, oké, okay, ik vind, vond het een, een veiligheidsding. Ik was gewoon alleen onderweg en uh, wilde ik toch wel de telefoon hebben. Want mm. ja, je kent me, ik, uh, ik ski uh, technisch niet echt uh, heel goed. Maar bij de snelheid gaat dat wel omhoog. <laughs> dus als ik ergens zo'n greppel beland en, en ik heb geen telefoon die werkt, dat zou ik echt niet meer zo fijn vinden, moet ik zeggen ik had al, ik had zoiets van oké okay, dan ga ik even uh, zanen drinken ja maar en dan dat zou je ook trouwens als, je, als dat het ding is als je als je echt qua veiligheid er zijn natuurlijk genoeg andere mogelijkheden dan om bij te dragen wat langer goed is als je, je hebt een soort van uh, van die emergency uh, transmitters die gewoon ja. een uh, gps signaal uitzenden daar heb je, betaal je dan een bedrag per jaar voor en uh, nou ja weet je, als je echt op uh, uh, op avontuur ja. gaat in de middle of nowhere ja. Die zenden gewoon een gps-signaal uit van, hé, hey, weet je, hier ben je. En die notificeren automatisch de hulpdiensten en je wordt gewoon gered. Weet je, dat zijn, uh, daar zijn gewoon diensten voor. Dus op zich zou dat wel een interessante zijn voor je. Die batterij gaat in ieder geval niet leeg. Nee, nee, ik heb ook een nieuw telefoon, dus het zal wel meevallen. <laughs> ja. 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 Over gered gesproken, wat natuurlijk uh, uh, in de afgelopen weken eigenlijk, Week hadden we verschillende uh, incidenten in de Alpen. Waar het uh, om uh, lawines ging die over de piste. Ja. Gewoon over de pistes waar daadwerkelijk ook mensen hier waren. En dat, dat waren een bijzondere soort van uh, lawines. En uh, ja, lawines zoals ik, wat ik gelezen heb, die ja, in bepaalde periodes optreden uh, en die moeilijk te voorspellen zijn. Eigenlijk. Ja. Ja, het is sowieso best wel... Kijk, het, het is sowieso bijzonder dat er een lawine over een piste heen komt. Hè, want het ja. skigebied neemt heel veel voorzorgsmaatregelen om dat te voorkomen. Het zijn natuurlijk gewoon door de pistendienst die dat iedere ochtend checkt. En nou, iedereen kent het geluid wel van de, uh, de, de bommen die afgaan in de, in de ochtend om een, uh, ja. een helling uh, te clearen, zeg maar. Dat uh, een, een lawine opgewekt wordt zodat dat gevaar weg is. Ja, de de Gazex-installaties, dat zijn die buizen die uit de berg komen... waar gewoon een, een gas doorheen stroomt uh, en een drukgolf Omgeeft, en, geeft. Zodat er ook druk sabine. op het sneeuwdek ja. komt. En dan proberen ze ook op die manier de lawine uh, kunstmatig uh, eigenlijk, ja, te, te triggeren. Ja. Maar dat het drie keer in één week ja. gebeurt op verschillende locaties... Ja, dat is wel redelijk uniek. Dat is ja. echt wel uniek. Dus dat geeft ook wel aan dat er... Dat het sneeuwdek inderdaad ja, wel wat e anders aan de hand was. Ja, want dan kan je zeggen van ja, weet je, is dat uh, te wijten aan een piste dienst? Dat die hun werk niet goed gedaan hebben? Ja, uiteindelijk ben je nog steeds in de natuur. Precies, ja, je kan en, niet alles voorspellen. Dat, dat, blijft, dat blijft zo. Ja. Dat, dat, dat beseffen zich heel veel mensen ja. niet. Die denken daar oké, okay, uh, 100% veiligheid. Maar dat, dat is er niet. Plus wat er nog komt als, ja, als er iemand... Er uh, gaat skiën boven een piste en uh, gaat of piste terwijl dat niet toegestaan is op die plek. Ja, dan, ja maar uh, er, zijn, er, er zijn twee verschillende dingen. Hè. Kijken, want, ja. um, er zijn. Um, de de, de, de ene lawine is de andere niet. Nee, tuurlijk hè, niet. Je hebt de, de meest voorkomende lawine in de Alpen waar mensen bij betrokken zijn, dat zijn uh, de sneebret, ja. de plaatlawines. Dat is eigenlijk de lawine die het. Um, ja, die eigenlijk het vaakst voorkomt daardoor. En dat, dat komt eigenlijk altijd omdat daar iemand uh, dat ding triggert. Het is dus niet dat dat toevallig naar beneden komt... en dat je toevallig op het ja, verkeerde dat... moment op de verkeerde plek bent. Nee, ja. dat is het niet. Geen spontane... je bent zelf degene die uh, in meer dan 90% van de gevallen... Uh, van mensen die omkomen met dat soort lawines... zijn het uh, die mensen of de mensen uit hun groep waarmee ze onderweg zijn... die die lawine triggeren. Dus in die zin is het, is het nooit dat je... Ja, van pech is dus eigenlijk... Uh, moeilijk uh, te spreken. Ja. In de zin van dat je echt op de verkeerde plek bent. Dat, dat kan wel als je bijvoorbeeld in een hoge berg bent. In, ik noem wel het in Chamonix bijvoorbeeld. En er valt iets van een gletsjer af. En dat geeft zoveel druk op een sneeuwdek. Dat de boel gaat schuiven. Jij bent daar op dat moment. Ja, dan heb dan, je ja. weg. Dat, maar dat komt niet zo heel veel voor. En, um, maar je hebt ook andere soorten lawines. Weet je? De echte catastrofe lawines. Die echte, stuif lawines, je die, die iedereen weer eens uh, op een National Geographic bijvoorbeeld uh, ziet langskomen. Je, dat zijn echt gigantische lawines. Maar dat soort lawines um, bedreigen veel meer het openbare leven. Hè? Dus die de spoorbanen, wegen, dat soort uh, dorpen dat hebben we in het verleden natuurlijk ook gezien. Uh, die, die kans is het grootst als daar heel erg veel sneeuw is gevallen. Ja. Waar het hier om ging was natuurlijk kleidsneeuw. Kleidsneeuw, dus. En ja, die ook op hellingen. Ja, op hellingen. Normaal gesproken ben je gewend, oké, okay, uh, Lawines komen vooral op redelijk ja, steile hellingen ja. voor. En dat kan je uh, ook op uh, een Lawines kunnen ook voorkomen op uh, uh, ja, hellingen die uh, vanaf 15 graden volgens mij ja, of die, begrepen. Die, dat kan. Ja. En, en, uh, ja, en, en je, ja, je, je ziet ze wat minder makkelijk. Als je niet. Ja, een soort schuiving al plaatsgevonden heeft. Want soms... ja, veel minder makkelijk. Want, ja. want een, een glijdje lawine heb je voornamelijk aan het begin... en aan het eind van het seizoen. Mm -hmm. uh, en die gaan vaak tot de grond, zeg maar. Die schuiven ja. eigenlijk op de ondergrond. Uh, dus dat uh, komt bijvoorbeeld voor als het, uh, uh, als het gras... of waar de ondergrond nog relatief warm is... en de sneeuw koud, dan krijg je een nou ja, verschil ja, daartussen. Precies. Dus daar ontstaat er een bepaalde... Uh, hecht dat niet meer goed en dan kan dat schuiven. Je ziet ook wel eens van... ...dat noem je viesmouwen. Ja. dat zijn van die, uh, nou ja, alsof de, de bergen... ...dan is die sneeuw een stuk gaan schuiven... ...en dan zie je ook het gras daadwerkelijk... ...daaronder liggen, weet je. En dat ja, dit zijn... is eigenlijk de, de tekenen van... ...oké, okay, hier schuift het en ja. het kan... ...zeg maar op elke moment... Ja. ...helemaal En Vroeger dachten men dat als er zo'n viesmouw was... ...dat dan de druk van het sneeuwwerk af was... ...en dat daardoor het risico lager was. Maar uh, inmiddels zijn we wel zover dat op het moment... ...dat je zo'n viesmouw ziet, dat er juist... Een spanning in het sneeuwdek zit en dat het dan nog gevaarlijk is. He, maar waar het feitelijk in dit geval op neerkomt, met zo'n glijdsnelewien, die zijn dus extreem lastig om uh, te voorspellen. En ja, dat, dat daar zal dit uh, t, t, uh, het geval zijn geweest. Weet je, en um, ik weet niet of alle drie die uh, uh, gevallen. Uh, sprake was van een glijdsnedewine. Ja, volgens mij wel. Oké, okay. maar ja, dan is de kans dat ze. Ook daadwerkelijk door iemand uh, getriggerd zijn ook weer relatief klein. Weet je, dit soort lawines ontstaat ook gewoon vaak spontaan. En dat is, en die zijn ook, dat is, dat is het moeilijke hieraan. Die zijn namelijk extreem lastig, um, zeg maar preventief te triggeren door een ja. Een, dat heb ik ook gelezen. Is. Je kan niet, je kan er niet uh, ja, even zoals je het gewend bent uh, met gas of met andere nee. hulpmiddelen nee. inschieten. Dat, dat, dat werkt gewoon niet. Nee. Dus... Nee. Dat, dat, moet gewoon, dat gaat vanzelf. En als je dan een, een viesmaal inderdaad, uh, inderdaad ziet, dan weet je: oké, okay, hier kan het gebeuren. Ja. Maar soms is het het de, de, de feit dat het een vismaal open gaat. en dan de lawine gaat glijden. dat is een ding van minuten of seconden. Ja, dat, dat, dat zie je gewoon niet. Ja. Maar je hebt, ja, wat dat betreft is het echt: je hebt heel veel verschillende soorten. Ik heb ook met natte sneeuw die zijn dan. Um, die sneeuw is extreem zwaar, maar die zijn onwijs traag. Die zie je ook wel eens langskomen op, vi op video's. Er komt oh, een ja. sneeuwmassa aan. Ja. Die zijn hartstikke traag, maar die, zijn, die sneeuw heeft zoveel vocht in zich dat die, zijn, ja, die zijn verschrikkelijk zwaar zijn. Ja. Uh, ja, een tijd geleden ik was een keer in Georgië. En uh, was ik in de Caucasus aan het skiën. En daar hadden we op een gegeven moment een dag dat de temperatuur, het was, het was zo warm. En dat, er kwam heel veel vocht in het sneeuwdek. En daar kregen we dus heel veel nat sneeuw in dus je, het sneeuwdek was niet heel stabiel. Die bovenlaag was dan ook nog eens heel vochtig. En dan triggde je, dus uh, je, je een lawine. En op zich maakte dat, weet je, dat, dat ging schuiven. En het was niet zo'n groot probleem. Want dat ding dat ging zo verschrikkelijk langzaam die berg af. Dat je, bij spreken, als je hard, hardlopend uh, vooruit ging, dan moest je blijven. Ja. Alleen je moest er wel. Weet je, als je erin kwam, ja. dan had je wel een serieus probleem. Weet je, want het soortelijk gewicht van die sneeuw was extreem, uh, extreem hoog. Dan houd, uh, houd je vast en dan uh, ja, ja, sleut je mee of je, of je zit opeens in de sneeuw. En je komt... Nee, je komt er niet meer ja. uit, want het gewicht is gewoon... Uh, maar dat is weer een heel ander type lawine. Ja. Dus dat is, uh, de ene lawine is de ander niet. Ja, bij die glijdsneeuwwine blijkt het zo te zijn dat die uh, af en toe... Uh, op bepaalde, ja, in bepaalde periodes uh, en ook niet elk jaar... Maar dan ja, ja, heb dat je opeens een week en dan komen je heel veel. Ja, en en, en niemand, niemand eind weet eind ook waarom het precies zo is. Nou, er is wel onderzocht van wat je al zei, dat, uh, dat het aan de ondergrond uh, niet vasthoudt. Maar ja, hoe groot de gevaar is, is heel lastig in te schatten. En nou, het is natuurlijk moeilijk in te schatten, omdat het ook totaal niet zichtbaar is met het blote oog. Hè? Dus ja. Zeker aan het eind van het seizoen, als je dus zo diep in een sneeuwdek Want vaak een glijtschijnlawine aan het eind van het seizoen kan vaak nog groter zijn want dan ligt er lichter dan sneeuw, je dus dat ja, dat heeft er allemaal, heeft er allemaal mee te maken. Uh, maar ja, ja, goed, het, uh, weet je. Ik denk wel, um, als mensen zich afvragen, van ja, is het weet je hoeveel zorgen moet ik me maken? Ja, dan zo gaat kans dat dit gebeurt. Hè, weet je, het is echt, dit is echt wel uniek hoor. Wat uh, wat wat er, uh, wat er gebeurd is, ja, precies. Dat is een beetje het probleem waar mensen natuurlijk ook door media en zo die krijgen een verkeerd beeld van in mijn ogen, want het is, het is, het is natuurlijk uh, skiën blijft op hier een of andere manier een sport in natuur, maar de weg naar de Alpen is definitief veel gevaarlijker dan uh, ja hier uh, van zo'n lawine. Uh, ja, tenzij je dus elektrisch gaat rijden, want dan moet je beveiligen. Ja, stappen, precies. Maar. Ja. Nee. <laughs> nee, maar het is, het is wel zo. Kijk, het is, het is, het is heel, weet je, bijna ge, ge, ja, getalsmatig. Maar als je daar natuurlijk als als je daarmee te maken hebt, dan, dan gelden deze statistieken niet. Het is super heftig als je daar ja. Een ongelukt familie of vriend, het is echt. Maar de, de kans dat het gebeurt is gewoon extreem klein. Maar ik denk precies wat jij zegt: je, de Alpen het is geen pretpark. En ook al krijg je soms dat gevoel als je in skigebieden bent, weet je, met uh, parkeerplaatsen allemaal geregeld. Ja. Is dat een lift met liftverwarming. Je komt boven, daar is een goed restaurant, weet je, met al het eten niveau, wat voor je u tegen zegt. Maar ja, je bent wel nog steeds in de bergen. Het is niet zo weet. dat het een Efteling is waar, uh, weet je, waar alles helemaal geconditioneerd is. Nee, het is gewoon de, de natuur. Ja, ik denk dat dit is ook echt een, een ding waar we ons allemaal, ja, alle skiers hoofd mee bezig zijn, dat het, dat gaan gewoon niet... Ik kan gewoon de risico niet uitsluiten bij skiën. Het blijft gewoon sport. Maar dat ja, dan maakt het op de ene kant ook leuk, want we gaan allemaal naar de natuur omdat we het goed hebben. Maar nou, toch is het wel een interessante discussie, hè? want in Noord-Amerika is dit toch anders geregeld. Want kijk, nu uh, in de Alpen is, blijft het gewoon zo, op de piste is alles gecheckt en vaak wat er omheen zit natuurlijk, wat de piste kan bedreigen, is ook gecheckt. Hè? Dat zijn de Kazeksbuizen en zo. Maar in Noord-Amerika... Werkt het niet op die manier. Weet je, daar is gewoon een, 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 ja, een, een touw, een grens om het gebied heen getrokken waar je mag skiën. En daar lopen zowel de pistes als zeg maar, het off-piste terrein. Mm -hmm. Dus er is helemaal geen sprake van. Yeah. Weet je, daar wordt gewoon een heel gebied preventief helemaal gecheckt. Weet je, en als daar een bepaalde bol is die uh, nog niet uh, veilig genoeg is, dan blijft die even dicht. Weet je, dan uh, gaat de pietsendienst. Ja. Uh, gaat ook ja, okay, deel niet. nog. Uh, ja. nog uh, wordt afgezet. En dan zie je ook heel vaak. dat al gasten achter zo'n touw. en op een gegeven moment gaat de touw dan omhoog. want dan mogen ze afdalen. en dan stuiven er honderden mensen in één keer. Uh, naar beneden. Maar daar is alles. ja, gewoon uh, als. als boundary wordt dat. Uh, wordt dat binnen die boundary wordt alles gecontroleerd. Weet je, en. er ja, zijn we dus discussies geweest. van ja, is dat ook niet iets voor de Alpen? Zeg maakt het denk ik voor heel veel gebieden vrijwel onmogelijk, Precies. omdat de infrastructuur van de skigebieden in de Alpen totaal anders ja. is dan die van gebieden in Noord-Amerika. Ja, dat is niet te vergelijken. Dus dat, ja, dat, 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 ik denk dat het niet haalbaar is. Nee, het is gewoon, ja, weet je, Europese skigebieden zijn gewoon veel groter, zijn hoger. Uh, de, de Alpen zijn over het algemeen, als je dat vergelijkt met skigebieden in Noord-Amerika, zijn heftiger bergen dan uh, uh, wat er in, uh, nou ja, wat er in, uh, in British Columbia, Alberta, ja. uh, Colorado, eigenlijk... Nou ja, vrij hoe iedere staat, er zijn, ja, het is gewoon echt een wereld van verschil. Ja, en ik denk als je dan ja, dat dat gewoon niet uh, vanuit economisch perspectief niet rond te krijgen is, dat je er zoveel extra mensen voor moet neerzetten waarschijnlijk. En, uh, nou ja. ja, goed, het is wel een interessante gedachte. Gaan we nog, ga je nog weg binnenkort? Ik moet nadenken of ik nog uh, of ik nog ga uh, in, in januari. Uh, maar anders wordt het maart, denk ik. Ja, ja sowieso nog, uh, nog een keer. Ik zeker. Je gaat niet dus in de vakanties, denk ik. Uh, nee, maximaal misschien een klein tripje naar de aardse ja. of zo. Mits sneeuw sneeuwlicht. Want op dit moment is het natuurlijk een beetje lastig. Ja, en in Middelberg is het echt dramatisch. Is het, is het, is het niet, goed. niet goed? De Alpen gaat natuurlijk allemaal wel, maar dan, ja, Alpen mag is het is ook prima, wel. Maar, uh, mag wat maar, maar als je het vergelijkt met vorig jaar, het is het wel een ja. uh, hele uh, uh, andere maat. ik januari, ja op die dag, de 8 januari. Uh, gigantisch. Wat we daarvoor een uh, live blog hadden op onze website. Dus, wat dan aan sneeuw uh, gevallen is. Het is nu ja, bijna het tegenovergestelde. Ja, het is elk jaar weer wat anders. Ja. En dit jaar mogen, mogen alle skiërs zich erover... Ja, we hebben de plezier van een, van een uh, zon of een grote vakantie eigenlijk. Ja, nou, hopelijk uh, komt de winter snel weer terug. Ja, precies. En, uh, Roel, je moet maar het, uh, snel, snel een beetje sneeuw maken. Precies. Nou, he, uh, Laat hem afronden. Dat ja. was het voor nu. Wil je dit reviewen? Dan kan dat natuurlijk in de podcast apps. Je kan uh, ons terugluisteren op YouTube, op Spotify, uh, op windsport.nl/slash podcast vind je andere uh, podcasts die we eerder hebben opgenomen. En nogmaals, heb je een onderwerp waarvan jij vindt, joh, bespreek het een keer. Laat het ons weten in de comments. Thanks en tot een volgende keer. Tot de volgende keer.